Ik gebruik graag een metafoor: een, een, een generaal die een oorlog trekt hè? Um, en die zou aankondigen op het moment dat hij um, naar de vijand gaat: um, ik haat het schieten en ik zal zo weinig mogelijk schieten en ik trek zo snel mogelijk weer naar huis. Ja, zo'n generaal kan de oorlog niet winnen en de generaal hier, de ECB, heeft in feite hetzelfde gedaan. Wel, um, de ECB heeft natuurlijk een, een weinig consistente houding aangenomen. Op een bepaald moment heeft ze beslist om staatsobligaties te kopen in de secundaire markt. Griekse staatsobligaties, dan later Spaanse en Italiaanse staatsobligaties. En de manier waarop ze dat gedaan heeft, is volgens mij totaal verkeerd. Um, ze heeft op het moment dat ze die aankopen begon, gesteld dat ze dat tegen haar eigen zin deed. En bovendien dat ze dat zo snel mogelijk weer zou stoppen. En dat is de slechts mogelijke manier om zoiets te doen. Want dat geeft onmiddellijk een signaal aan de markten. Kijk, wij gaan die aankopen op een bepaald moment stoppen. Op dat ogenblik is de kans zeer groot dat die prijzen van die obligaties verder naar beneden duiken. Met het gevolg dat de beleggers vandaag zeggen, als dat zo is, verkopen wij. En het resultaat is natuurlijk dat zo'n um, politiek van aankopen van obligaties in de markt helemaal niet werkt. De ECB had dat helemaal anders moeten doen. Op het moment dat ze beslist om staatsobligaties te kopen, had ze moeten zeggen, kijk, wij zijn nu niet de markt, wij gaan blijven kopen en wij hebben ongelimiteerde firepower. Omdat een centrale bank geld creëert en geen limiet is op de hoeveelheid geld die ze kan creëren. Had ze zo'n aankondiging gedaan, dan had ze een geloofwaardigheid in de markt kunnen creëren, omdat beleggers dan weten: ja, de ECB die heeft ongelimiteerde firepower, die is in staat om de koersen van die obligaties op peil te houden en dus is het niet meer nodig om te blijven verkopen. Indien de ECB dat had gedaan, dan had ze waarschijnlijk veel minder staatsobligaties moeten kopen dan vandaag het geval is, vandaag, omdat ze zo'n ambivalent signaal heeft gestuurd in de markt, waarbij er dus geen vertrouwen is in de stabiliteit van die obligatiekursen, heeft ze veel meer obligaties moeten kopen. Je kunt het echt niet op een slechtere manier doen. Natuurlijk, wat wel mogelijk is, dat is dat op een bepaald moment, wanneer de crisis zo diep is, en dat er zich een existentieel probleem stelt, namelijk dat de eurozone... Zou kunnen imploderen, waarbij ook de Europese Centrale Bank verdwijnt. Op dat ogenblik, gewoon om zichzelf in stand te kunnen houden, zou het natuurlijk kunnen dat ze toch doen wat vandaag eigenlijk nodig is. Maar dat zal dan veel te laat zijn. Er zal dan ook veel schade zijn, brokkend. En, um, dus het zou vandaag in feite moeten gebeuren. Dus de rol van de ECB zou eigenlijk ook moeten veranderen. Ze moeten meer mandaat krijgen. Ja, dus het, het, het grote probleem van de ECB lijkt mij. Is dat het een, een centrale bank is die um, eigenlijk maar één objectief nastreeft: um, inflatie bestrijden. En dat is natuurlijk belangrijk, hè? dus ik wil je zeker in stellen dat dat moet afgebouwd worden. Dat blijft een essentiële taak van een centrale bank: ervoor te zorgen dat de consumptieprijsindex relatief stabiel is. Maar we weten toch ook uit de geschiedenis dat een ander objectief van een centrale bank, even belangrijk is. En dat objectief is financiële stabiliteit. In feite is het zo dat historisch gezien centrale banken opgericht zijn. In eerste instantie om financiële markten te stabiliseren. In het kapitalisme hebben we grote volatiliteit van financiële markten en van het bankwezen. Met regelmatig crisissen, zeepbellen, crashes en, en dus grote volatiliteit. En vandaar dat we eigenlijk centrale banken hebben opgericht om die instabiliteit van de financiële markten op te lossen, maar de Europese Centrale Bank houdt daar te weinig rekening mee. En er is een cultuur ontstaan, ook in Frankfurt, die zegt: ja, het enige wat een centrale bank moet doen, dat is ervoor zorgen dat de prijs van aardappelen en peren enzovoort stabiel blijft. Dat moet natuurlijk. Maar er is ook een ander objectief dat even belangrijk is, en dat is financiële stabiliteit. Dus ik, ik hoop dat de Cultuur van Frankfurt een beetje verandert en dat die idee doorgang vindt.